naar 10 te gaan. 1 kandidaat, 1 misfinaliste, die zit al in de top 10, dus er is nog 9 te gaan. En dan roep ik graag opnieuw Lisbeth Bruneel bij. Dankjewel. Ja, ik kan alvast zeggen dat het een ongelooflijk moeilijke keuze was, maar dat hadden jullie vanavond waarschijnlijk ook wel allemaal zelf gezien. Nu, de eerste plaats in onze top 10 is helemaal niet meer spannend, want die gaat naar Shawnee Reinders. Het tweede meisje dat een plaats in de top 10 verdient is Noor Lobbestaal. Om Noor mag erbij komen vooraan, de tweede finalist in de top 10 vanavond. Het derde meisje dat nog kans maakt op de titel Miss Fashion 2020. Uw applaus voor Brittany Laurens. Ook applaus voor Brittany. Het vierde meisje dat jullie applaus verdient is Aisha Verheijen. Aisha Verheijen, mag ik ook een hartelijk applaus voor Jasmin Mahmoud. Toch, zij maakt nog steeds kans op de titel Jintse Valkensborg. Jintse, nummer 6, op het podium. Op 4 is de finalistes te gaan. Mag ik ook een hartelijk applaus voor Janne Kroenen. Ook Janne Kroenen mag er weg op de reis van de verledingen. In onze top 10. En één van de 3 plaatsen gaat naar Jara de Smet. Jara de Smet. Nog 2 dames en heren van Spannend Lisbeth. Mag ik ook een hartelijk applaus voor Imani François? Imani François, nog 1, dat is namelijk nummer 9. Dat wil zeggen dat we nog 1 van ze over hebben. Klopt. En eigenlijk hadden ze allemaal wel een plaatje verdiend in de top 10. Dus laat het laatste applaus niet alleen voor haar zijn, maar voor alle fantastische finalisten vanavond op dit podium. De laatste kandidaat in onze top 10, Maite de Laat. Maite de Laat is de laatste dame in de top 10. Dit zijn, dames en heren, de 10 finalistes die straks zullen strijden voor het roodje. We zijn natuurlijk aan het applaudisseren, Olivia, inderdaad, voor de 10 finalistes. Maar dames en heren, mag ik ook een geweldig applaus. En dan mogen jullie eenmaal jullie rug tonen aan het publiek voor jullie medekandidaten van vanavond. Uiteraard beseffen we dat dit ook voor hen een emotioneel moment is. Maar er is ook nog ander nieuws. Niet alles wordt verdeeld onder deze 10 internationale titels. Kunnen we bijvoorbeeld ook naar de resterende kandidaten gaan. Klopt. De kandidaten konden inderdaad op voorhand doorgeven voor welke internationale titels ze beschikbaar waren. Dat hebben we ook aan die wedstrijden doorgestuurd. En het kan inderdaad dat een van de meisjes die niet bij de top 10 hoorden ook nog internationaal mag gaan. Zo gaat dat, inderdaad. Lisbeth, Olivia, ik neem eventjes terug afscheid van jullie. We zien elkaar straks terug, want dan is het correct. Ja, voilà. Goed, geef ze nog een applaus, onze 10 finalisten.